Een hele goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Deze vlog wordt een beetje anders dan dat jullie van mij gewend zijn. Het is nu zondag 2 mei, toch? Ja, 2 mei is het. Ik heb natuurlijk ongeveer 2 weken meegedaan met de Ramadan. Omdat ik bepaalde dingen, zoals snacken, wilde afkappen. En ik ging meedoen met Mehmet. En toen dacht ik, weet je, dat is een mooi moment om voor mij daarmee te stoppen. Ik heb het niet helemaal vol kunnen houden, omdat ik natuurlijk op een gegeven moment onwijs hoofdpijn kreeg. Zoals jullie in mijn vorige vlog hebben kunnen zien. Maar ik heb de afgelopen week wel gewoon nog normaal gedaan. Dus niet, ik ben natuurlijk wel overdag gaan eten, maar ik heb niet gesnackt overmatig. Want ik wil gewoon afvallen. Klaar, dat is gewoon, dat moet gewoon gebeuren. Ik wil gewoon 10 kilo kwijt, dus nu zijn jullie er om mee te kijken. Ik ben gisteren begonnen met een voedingsschema. Dat wil zeggen dat ik iedere dag een bepaald aantal calorieën maximaal mag eten. En daar moet ik eigenlijk een beetje bij zitten, dus niet te ver eronder. Want ik heb gemerkt dat het voor mij niet werkt als ik veel te weinig ga eten, want dan val ik alsnog niet af. Bij sommige mensen werkt dat, bij mij dus totaal niet. Ik heb het dus uitgerekend via een website op internet. Ik zal de link eronder zetten. Daarmee kan je je caloriebehoefte bepalen. Het gaat over je leeftijd, je lengte en je gewicht. Nou, dat moet je dan invullen, dat rekenen ze dan uit. En dan komt er een bepaald aantal calorieën uit wat je lichaam nodig heeft, zeg maar, om de dag door te komen. Nou, bij mij zit dat rond de 1500. En ik heb er dus 1550 van gemaakt. Dus ik mag per dag 1550 calorieën eten. Hoe ga ik dat dan doen? Nou, ik doe dat dus een beetje met niet te veel koolhydraten eten. Dus niet te veel brood en zo. Meer groenten. Ik moet dus heel veel proteïne eten of drinken. En daar zat bij mij, zeg maar, een beetje het... Ik kwam daar niet zo vaak aan, proteïne, aan je eiwitten, zeg maar. Dat vond ik echt heel erg lastig om te doen. Maar nu heb ik dus dingetjes gevonden. Een bepaald drankje en bepaald eten, zeg maar, waar heel veel van die eiwitten in zitten. Dus dat ben ik nu gaan drinken en gaan eten. En dat werkt gewoon, vind ik tot nu toe goed, want ik zit er echt vol van. En ik heb dus echt gewoon totaal geen behoefte aan snackies. Dus daarnaast ga ik vanaf morgen ook beginnen met sporten. Nu gaat het een beetje lastig, want het is de tijd van, van de maand. Dus, maar ik heb gezegd, vanaf morgen ga ik dat dus weer doen. Dus ik ga jullie meenemen in mijn proces. En ik laat een paar dagen zien nu hoe en wat. En dan vervolgens hopelijk over een tijdje het eindresultaat. En dat ik dus 10 kilo ben afgevallen. En een heel belangrijk iets. Ik heb mezelf gewogen. Want je moet jezelf natuurlijk wegen van tevoren. Ik heb mezelf gewogen. En ik heb zo'n speciale weegschaal. Waar je van alles op kan zien. Dus hoeveel vet je hebt. En je botten en je spieren. Hoe zwaar dat weegt. Hoeveel procent van alles en nog wat. Als je dat niet hebt, is een normale weegschaal natuurlijk ook gewoon prima. Maar je moet je niet blind staren op je gewicht. Want spieren wegen zwaarder dan vet. Dus wat je eigenlijk moet doen, wat heel erg handig is van tevoren, is foto's maken van de voorkant en de zijkant, hoe je eruit ziet. En als je dat hebt gedaan en je gaat na een tijdje weer foto's maken, dan kan je zien hoeveel je veranderd bent. Ook al geeft de weegschaal hetzelfde aan. Maar ja, ik moet gewoon afvallen. Dat is gewoon echt een ding. En als ik dan door het sporten wat meer kilo's krijg in spieren, dan vind ik dat niet erg. Maar ja, dit moet gewoon allemaal een beetje minder. Dus wish me luck.
Oké. Ik ben net dus klaar met dag 1 van de Mr. en Mrs. Muscle YouTube kanaal. Bellyfat. Ik zal de link zal ik wel eronder. No More Bellyfat heet het. Ik zal de link wel eronder zetten. Ik heb deze al een keer eerder gedaan. En ik vind het gewoon fijn omdat je niet alleen je bellyfat doet, maar gewoon je traint je hele lichaam. Dus dat is wel fijn. Ik ben echt moe. Je doet zeg maar 7 oefeningen ongeveer, als ik het goed heb onthouden. En dan doe je 4 rondes. Nou, dan ben je ongeveer een half uurtje bezig. Ik denk 23 minuten of zo, 25 minuten. 25 minuten denk ik, ongeveer. Dus ik heb net even wat gedronken. Ik ben nu naar boven gegaan. En ik ga nu nog even touwtjes springen. Dat heb ik echt al zo lang niet gedaan, maar ik weet dat het zo goed is. Dus ik ga er 100 proberen. Kijken of dat werkt. En ik ben al moe, dus misschien niet echt helemaal handig. Maar ja, een beetje bezig blijven. En daarna ga ik lekker douchen. Zo, een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. En mama, wij gaan eten. Mama, en ja, dat weten we wel, dat dinsdag is. Lekker, hè? Aras heeft lekker limonade. Uit Nederland. Maar ik ga dus eten. En ik heb mijn yoghurt afgewogen. Ik ga yoghurt eten. Ik heb mijn yoghurt afgewogen. En ik ga met banaan eten. 100, kijk, ik heb 250 gram yoghurt. 100 gram banaan. En 30 gram muesli. Nou kijk, dan komt het er zo uit te zien. Ik wilde eigenlijk... ja schat, oh, moet ik jou ook laten zien. En kijk, Aras eet ook. Lekker papaya. Lekker papaya. En ik wilde eigenlijk in plaats van muesli, wilde ik walnoten eten. Maar die moeten nog gekraakt worden en daar ben ik niet zo heel erg goed in. Dus ik eet maar muesli vandaag. Ik geloof. En dan wacht ik eventjes en dan ga ik weer sporten. Kijk, ik heb mijn outfitje al aan. En dan ga ik sporten. En dan, komt de rest van de dag. Dus ik dacht, ik neem jullie vandaag een keer mee wat ik ga eten. Hallo. 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 Poes en Nisa, die hebben zo les. En Aras, wat ga jij doen vandaag? Chocola. Chocola. Dan weten jullie dat. Oké, ik had het al gezegd, maar ik zal het even laten zien. Ik gebruik dus dit. Dat kan je bij de Migros kopen. Bij de andere winkels heb ik het niet gevonden in ieder geval. Bij de Migros hebben ze het ook niet altijd. Je hebt verschillende smaken. Je hebt met cacao. Je hebt met koffie en vanille. Nou ja, ik ben niet zo'n koffiefan. En vanille ook niet, dus ik hou het gewoon bij cacao. Maar je ziet dus 30 gram proteïne zit erin, dus eiwitten. En ja, dit helpt mij dus echt om daaraan te komen. Maar je kan ervoor kiezen om zo'n hele fles natuurlijk te drinken. Dan heb je 225 calorieën en dus heel veel proteïne, want er zitten dus 30 in. Of je kan zeggen van nou, ik doe de helft, dan heb je dus 15 gram eiwitten. Dus het is maar net een beetje wat je zelf wil. Maar ik vind het dus gewoon heel fijn om zo'n hele fles in één keer achterover te slokken. En het is gewoon echt lekker ook.
heeft net gesport. Hij zit nu even op het balkon om uit te zweten. Ik heb heel veel water gedronken. Maar wat ik wilde zeggen, gisteren had ik voor het eerst gesport. Ik heb vandaag dag 2 gedaan trouwens van de serie, zeg maar. Ik had vanmorgen dus wel, zeg maar, ik voelde wel aan mijn lichaam dat ik wat gedaan had gisteren. Ik wil niet zeggen dat ik spierpijn had, maar ik voelde echt wel dat ik wat gedaan had. Ik heb gisteren trouwens wel, dat doe ik na elke training, stretchoefeningen gedaan. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Ik zit nu dus op het balkon en ik ga eventjes wat eten. 2 dadels. En dan ga ik daarna douchen. Nee, je hebt vanmorgen al gedoucht, lieve schat. En dan gaat Boes weer les volgen. Ik heb het wel echt heet. Jij? Heb jij het heet? Ja, ik zweet en ik heb het heet. Ja. Het is wat later, maar nu gaan we dan eindelijk eten. Ik heb 2 ijsjes gekookt. Allebei op een broodje. Het zijn hele kleine broodjes, dus dat is een beetje jammer. Maar ja. Eentje met kipfilet en dan heb ik een beetje witte kaas. De light versie. En wat komkommer. Kijk. Dus ik ga even eten. En dan ga ik het zo meteen met jullie... laat ik zien hoe ik het in de app zet. Waar ik dus alles bij hou. Dus dan... dan kunnen jullie dat ook zien. Alleen nu. Oké, dit is dus de app MyFitnessPal. Daar ga je dus heen. En dan kan je dus hier zien... dat ik van 1550 calorieën... Daar heb ik in de ochtend en mijn tussendoortje heb ik daar al zoveel van gegeten. Nou, activiteit is niet gesynchroniseerd. Dit heb ik dus nog over. Dus dan ga ik hier naar beneden. En dan doe ik mijn middageten. En dan kun je hier dus allemaal dingen in toevoegen. Nou, ik ga even zoeken naar mijn brood. En dan zie ik dat hier staan als eerste. Dus die doe ik dan. Maar ik heb geen 100 gram gegeten. Want mijn broodjes waren 30 gram per stuk. Dus dan doe ik 7/8. Dat is ongeveer hetzelfde. En dan kun je zien dat ik dus... Mijn brood is alleen al 213 calorieën. En zo ga je dus alles stap voor stap toevoegen. Kijk, mijn banaan staat hierbij. Even mijn banaan bij mijn ontbijt. Banaan, yoghurt, mijn muesli. En dan als tussendoortje dadels. Avondeten nog niet, want dat heb ik nog niet gedaan. Oké, ik heb alles even toegevoegd. Dus mijn brood, mijn kaas, mijn kip, komkommer, 2 eitjes. En dan mijn boter, BCL. En dan kun je dus hier zien hoeveel calorieën het allemaal zijn. Nu kun je dus erboven zien dat ik dus al 920 calorieën heb gegeten vandaag. En dat ik er nog 630 over heb voor de avond. Dus dan ga ik straks hier zo het avondeten toevoegen. En ik heb natuurlijk gesport, alleen dat staat er niet bij. Ik weet niet, hij synchroniseert niet zo goed met mijn telefoon momenteel. Dan blijven er natuurlijk nog calorieën over die je dus eigenlijk extra zou kunnen eten. Alleen dat zou ik dus niet doen, want je wilt tenslotte afvallen. Dus natuurlijk maakt het niet uit als je een keertje iets eroverheen zit. Als het maar geen honderden calorieën zijn. En je kan natuurlijk ook gewoon snackies blijven eten. Alleen dan moet je dus wel opletten dat het in je schema past. Dus dan moet je misschien van iets anders, dus een boterham minder eten of zo. En dan kun je weer iets anders eten. Dus het kan allemaal. Toetjes kun je blijven eten. Dat is ook mijn planning voor vandaag. Een toetje vanavond. Na het eten. Dus ja, ik ga kijken hoeveel ik straks overhoud. Maar mijn toetje zit ongeveer rond de 125 calorieën. Als ik het goed heb onthouden. Dus dan heb ik er nog 630, 125. Dus dan heb ik nog 500 calorieën over voor het avondeten. Nou ja, vanavond gaan we een beetje volkoren rijst eten. En groenten. Dus
Het zou moeten kunnen. We gaan het zien. Ik hou jullie op de hoogte. Ik heb net gegeten, avond gegeten. Ik heb mijn eten al erin gezet. Ik heb mijn toetje ook alvast erin gezet. Maar dit moet niet gegeten, dat ga ik straks doen, want ik zit echt serieus propvol. Maar het leek me leuk om even te laten zien hoeveel calorieën ik nu gegeten heb. En wat ik dus nog over heb. Zoals ik al eerder zei, de activiteiten, dat synchroniseert momenteel even niet. Dat is een beetje jammer. Maar ja, dat maakt ook verder niet uit. En dan wil ik ook nog wat laten zien waar je kan zien hoeveel procenten van elk onderdeel je hebt gegeten. Dus van koolhydraten, eiwitten en vetten, als ik het goed heb. Ik heb hier dus mijn avondeten neergezet. We hadden dus aubergine met rijst en mergimac. En olijfolie, want daar hebben we tenslotte ook mee gebakken. Ik heb hier mijn toetje alvast staan. En dan heb je hierboven... Oh, wacht. Als je hierboven drukt... Oh. En dan heb je... Dan kan je dus zien... Mijn doel was 1550. Nou, ik heb zeg even 1500 gegeten. Dus ik heb er nog net even iets meer dan 50 over. Maar als je hier dan opdrukt... Dan zie je dus zeg maar wat je per dagonderdeel hebt gegeten. Hoeveel procent je daarvan hebt gegeten. Kun je de voedingsstoffen kijken. Dus dan kan je zien... Nou ja... Meervoudig onverzadigde vetten, daar heb ik dus te veel van. Dus dat is iets om op te letten. En dan hier heb je de macro's. Dan kan je zien, mijn doel was 50% calorieën. Nou, dat heb ik dus koolhydraten, dat heb ik gegeten. 30% vetten, dat heb ik ook gegeten. En mijn doel was 20% eiwitten. En het zijn er 19. Ik weet niet wat de laatste 1% is. Maar dat is wel heel leuk om te kijken. Ik had dus altijd met die eiwitten echt een probleem dat die echt maar bij de 10 was en zo. Dus ik probeer nu echt veel meer dingen te eten dat hoog is in eiwitten. Dus ja, daar let ik dus echt wel op, zeg maar. En ik wil nog wat zeggen. Oh ja, in die app is niet alles zeg maar helemaal goed ingevuld. En ik probeer soms dus andere producten in te vullen, maar dat lukt niet altijd. Dus dan doe ik maar degene die een beetje overeenkomt wat er op het product staat, zeg maar qua calorieën en zo. Dus daarom kan het soms zo zijn dat als je bij de voedingsstoffen gaat kijken, dat je bijvoorbeeld te veel vet hebt gegeten of te veel, wat stond er meer? Even kijken hoor, cholesterol en zo, suiker. Dat kan dus ook komen omdat bepaalde dingen gewoon niet goed ingevuld zijn. Ik had net toevallig met mijn rijst ook eentje die was eerst heel anders qua koolhydraten. En toen had ik een andere gedaan en die was in één keer heel hoog in vetten. Dus nu heb ik er eentje gekozen die eigenlijk redelijk overeenkomt. Dus daar moet je ook echt wel op letten. In ieder geval, dit was het voor zover. Ik ga de rest natuurlijk bijhouden en ik ben vanmorgen op de weegschaal gaan staan en ik was 300 gram afgevallen. Dat is natuurlijk nog helemaal niet veel, maar ik heb niet echt goed kunnen meten aangezien het de tijd van de maand was. Maar ik ga dus morgenochtend op de weegschaal staan en dan ga ik kijken hoe het verder gaat, dus een week later. En ik hou jullie zeker op de hoogte. Want ik wil deze lockdown niet aankomen. Ik moet echt gaan afvallen. Dus, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!